De visie. Elke organisatie, hoe dan ook niet, heeft een visie. Wat ze eigenlijk willen bereiken, toch? En dat hebben wij ook. Soms moet je echt afvragen, wat wil je bereiken? Wat, als je, zoals we eerder hebben gezegd, wij zijn in principe geen organisatie. We zijn een organisme. We werken allemaal samen. En ik wil het vanmorgen daarover hebben. En ik heb ook de visie gezet op papier. En ik heb het uitgeprint. En ik wil jullie daarvan, nadien dienst, kunnen jullie een kopietje van me nemen. En dan wil ik graag dat jullie er ook, als je, ik lees het door, we gaan het ook vanmorgen even doornemen. Maar dat jullie ook dingen schrijven die jullie zouden willen zien als een onderdeel van deze visie. En dan geef het volgende week of een week daarop aan mij. En dan gaan we er verder voor kijken. Maar goed, laten we even bidden. Heer Jezus, ik bid vanmorgen dat wij u mogen leren kennen wie u bent. Vader, dit nieuwe jaar brengt ons dichter bij uw komst. Maar ik vraag dat u ons helpt om in de stilte u beter te leren kennen. Om onze gedachten af en toe uit te doen en naar uw stem te luisteren. Help ons vanmorgen om dat ook te doen. In Jezus' naam. Amen. Wat ik eigenlijk mee wil beginnen voordat ik dat doe, is ik wil gaan praten over wat een gemeente eigenlijk is. Dat is een heel belangrijk punt, want we hebben het al over gehad, en wat ik in de komende tijd nog wil doorgaan, we gaan praten over de Koninkrijk van het Hart. En waarom we dat doen is omdat dit hele christelijk zijn draait om karakter. En het is een vormingsproces, het is een gebouw. De Heer is aan ons aan het bouwen, we zijn een gebouw, we zijn niet af. Af en toe moet een muur opnieuw gedaan worden, af en toe moeten de kozijnen en de ramen eruit, want ze zijn, het is aan, het hout is aan het verrotten of wat dan ook niet. En, maar het is een gebouw waar we telkens aan weer moeten blijven werken. Oké, wat ik vanmorgen ga doen, wat ik ook ga doen met deze tekst, ik wil graag dat jullie ze goed doornemen. Je hoeft in principe, ja, schrijf ze op, maar volgende week zorg ik dat jullie samen met je kerkbulletin de teksten ook krijgen. Oké, ik zorg dat jullie volgende week hier een kopietje van krijgen. Goed, laten we eerst kijken. Wat is eigenlijk het lichaam van Christus en waarom wordt het lichaam van Christus genoemd? Waarom worden we niet echt genoemd een organisatie? Oké? We worden een lichaam genoemd. Het lichaam van Christus, de kerk. Oké? 1 Colossenzen 1 vers 5, 15 tot en met 20 zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op aarde zijn, de zichtbare, de onzichtbare, het zij troon, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Dat is een belangrijk punt. Hij is het hoofd van het lichaam, het gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is, want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende van het bloed van zijn kruis, alle dingen weder met zich te verzoenen door hem, het zij wat op aarde, het zij wat in de hemel is. Dus de Bijbel zegt, het begint van dit standpunt uit, begint Paulus te schrijven. Hij zegt, kijk, Jezus was het beeld van de onzichtbare God. We kunnen God niet zien, maar als we Jezus hebben gezien, hebben we God gezien. Oké? Dus al die mensen die toen op aarde waren in Israël en in de omgeving, toen ze Jezus zagen, hadden ze letterlijk God gezien. En de Bijbel wijst ze ook om te laten zien wie hij is. Laat ze zeggen, alle dingen zijn door hem geschapen en voor hem geschapen. En er staat erbij, het zijn heerschappijen, tronen, machten, overheden, dat zijn demonische machten. Maar je moet niet vergeten, Jezus heeft engelen geschapen. En die engelen zijn in opstand tegengekomen, dat zijn de demonen. Heb je? Dus God heeft engelen gemaakt en die demonen hebben zichzelf gemaakt. Oké? Maar hij is boven alles. En alles is onder hem. En is, daarom staat er ook, hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is de eerst, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. En is onder alles het eerste geworden. Maar niet vergeten, Jezus was niet de eerste die gestorven is. Maar hij is wel de eerste die opgestaan is met een verheerlijk lichaam. Al die andere mensen die Jezus uit de doden doen opstaan. Of de oude men, het Oude Testament die door de doden zijn opgestaan. Die zijn weer gestorven. Ja? Maar Jezus niet.
Oké? Okay? En dan zeggen ze, en dan staat er in 1 Korintiërs 12, vers 27. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Wij zijn het lichaam, Jezus is het hoofd. Oké? Okay? Want je moet niet vergeten. Het is eigenlijk je hoofd bepaalt wat je doet en waar je gaat. Waar of niet. Toch? Oké? Okay? Daarom zijn wij het lichaam van Christus en hij is het hoofd. Oké? Okay? En dan staat er in 1 Korintiërs 12 ook, vers 12 en 13 staat, wat gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en ook al de leden van het lichaam, hoe vele ook één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt, het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrienden, we zijn allen met één geest gedrenkt. Dus hij zegt, het lichaam heeft vele leden, handen, voeten, lever, oren, neus, en dat is allemaal leden. Hij zegt, net zoals het lichaam vele leden heeft, heeft ook het lichaam van Christus vele leden. De verschillende mensen. Ja, en we hebben in het verleden daar al over gesproken. En hij zegt ook, we zijn allemaal in één geest gedrenkt en het maakt niet uit. En hij zegt, het maakt hier in principe niet meer uit. Hij zegt, al die barrières die de mensen hebben opgelegd, die heeft Jezus nou weggehaald. Er is geen verschil tussen, bij God tussen een Jood of een Griek, tussen een slaaf of een vrije, of wat dan ook niet. Oké? Okay? Mijn standpunt hiervan is, als ik naar de wereld kijk, zeg ik, God heeft verschillen gemaakt, variatie gemaakt, en de mens noemt het rassen. Ja? Maar God heeft variatie gemaakt. Goed. En dan staat er ook, in Efeziërs, we gaan wel naar wat teksten kijken nou, ik ben nou eigenlijk over het lichaam van Christus, de kerk. In Efeziërs staat er, en hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om Gods volk te bereiden op het werk van dienst. Zodat het lichaam van Christus opgebouwd mag worden. Totdat wij allen de eenheid en het geloof en de kennis van de Zoon van God bereikt hebben. En volwassenheid bereiken in de volle maat van de volheid van Christus. Dus hij zegt hier, God heeft verschillende taken binnen de gemeente gegeven om het lichaam van Christus op te bouwen. En dat, tot welk doel? Vers 13. Totdat wij allen in de eenheid en in het geloof en de kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. En de volwassenheid bereikt hebben. In de volle maat van de volheid van Christus. Dat is het doel. Waarom het lichaam opgebouwd moet worden. Eenheid van geloof, eenheid van de kennis van de Zoon van God. Zoals de Bijbel zegt, dat hij die roemen in dat hij mij kent en mij begrijpt. Ja? En dan, we gaan naar wat teksten kijken. We hebben hier al in het verleden al over gesproken en we hebben net afgemaakt in dit onderdeel tenminste, over de liefde. Hij zegt in Johannes 15... Zie, het onderdeel van het lichaam van Christus, om het lichaam van Christus te kunnen zijn, hebben we ook gezegd, zoals er staat in Korintiërs, 1 Korintiërs 12 en 13, hebben we ook geconstateerd dat liefde is eigenlijk het bloed van het lichaam van Christus. En hij zegt in Johannes 15 vers 9 tot en met 17, zegt hij, gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik u ook lief gehad, blijf in mijn liefde. Dus blijf het doen. Indien u mijn geboden bewaart, dus u doet wat ik zeg, en mijn woord volgt, zegt hij hier, zult u in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijn vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. En hij zegt, dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en in uw blijdschap vervuld worden. Ja, dus als wij doen wat God van ons vraagt, is er blijdschap in ons leven. Hij zegt, dit is mijn gebod, dat gij u kan de lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Zie, dit is een gebod, legt het ons op. Hij zegt, niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Oké, okay? Je kan die tekst heel ver brengen. Natuurlijk heeft Jezus dit ook gedaan. Hij is voor ons gestorven aan het kruis om zijn liefde te tonen. Maar jij kan je ook je liefde betonen voor iemand door je leven daarvoor in te zetten. Het hoeft niet specifiek te zijn. Het kan ook zijn, je zit lekker thuis en zo van iemand heeft je nodig. Of is midden in de nacht en je wordt gebeld en iemand heeft je probleem en je staat op. En dat is ook je leven inzetten, want je wil liever in bed blijven. En het is 3 uur 's morgens en het sneeuwt. En het is koud. Maar ze hebben je nodig. Dat is ook onderdeel daarvan. Toch? Komt heel erg ongelegen, maar die persoon heeft het nodig. Toch? Dat is grote liefde.
Hij zegt, u bent mijn vrienden indien u doet wat ik gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van de Vader gehoord heb, u bekend heb gemaakt. Niet u hebt mij, maar ik heb u gekozen en u aangewezen. Daarom zeg ik, niemand die hier vanmorgen zit, zit hier zomaar. De Heilige Geest heeft u geroepen. Dus hij zegt niet, u hebt mij, maar ik heb u gekozen en u aangewezen, opdat u zou heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geeft wat u hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat u uw kranden lief hebt. Dus het komt elke keer weer neer daarop. Het is die liefde, want je moet niet vergeten, die liefde eigenlijk, laat je die persoon van een heel ander standpunt bekijken en zien. En ook aanvaarden. Iedereen heeft zijn dingen. Het is gewoon iemand, mensen aanvaarden. Met alles erop en eraan, net zoals Jezus ons aanvaard heeft. En in Romeinen 12 vers 9 en 10 zegt de Bijbel ook, de liefde moet oprecht zijn. Haat het kwade, wees gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander geheel en al toegewijd. In eer de ander boven uzelf. Eer de ander boven uzelf. En hij zegt, breek u nimmer aan ijver, maar behoud uw geestelijke ijver in het dienen van de Heer. En 1 Korintiërs 16 vers 14 zegt, doe alles in liefde. Alles wat je doet, doe in liefde. Dat moet onze motivatie zijn. Ja? En in het Galaten staat er 5 vers 13 en 14, maar ik lees 14. Hij zegt, het einde van vers 13, zegt, maar dient elkander door de liefde, want het de gehele wet is in één woord vervuld in dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan kennen jullie allemaal de tekst natuurlijk van Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde. Blijdschap, vrede. Langmoedigheid. Okay. Vriendelijkheid, goedheid, trouw. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Maar vaak mensen, je merkt heel vaak dat mensen ervan houden om je op je fouten te wijzen. Terwijl zij die van hun negeren. Daarom praat Jezus over die splinter in de balk. Oké. Ik heb wat extra teksten daarin. Dus ik zeg, als jullie ze op willen schrijven, of volgende week krijg je ze allemaal. Ik wil graag dat, ik heb het allemaal zo gedaan. Ik ga niet alle teksten lezen, maar dit is wel onderdeel van wat ik wil zeggen. Maar dat kunnen jullie thuis zelf ook bestuderen. Wat is het lichaam van Christus? Wat willen wij als gemeente bereiken? Want het lichaam van Christus is niet alleen hier. Het zijn alle gemeentes over de hele wereld. Zelfs die al heen zijn gegaan en die nog moeten komen. Okay. En Efeziërs zegt hij ook, om die reden, Efeziërs 3 vers 14 tot en met 19 zegt hij, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten de hemel en op aarde genoemd worden, opdat hij u geeft naar de rijkdom zijn heerlijkheid, met de kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, zodat Christus door geloof in uw hart de woning maken, geworteld en gegrond in de liefde. Zie, het geloof moet geworteld en gegrond zijn in liefde. Dan zult u samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de hoogte, de lengte, de diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dus hij zegt, als wij diep geworteld zijn in de liefde en gegrond zijn in de liefde, geworteld en gegrond zijn in de liefde, door het geloof in onze harten, dat kan Christus woning in onze harten, dan zullen we pas samen, dus om die breedte en de lengte en de hoogte en de diepte van Christus' liefde te kunnen vatten, moet het samen gedaan worden. Niet individueel. Dan zegt ze letterlijk, dan zult gij samen met alle heiligen in staat zijn. Pas dan, als we echt die liefde onder elkaar brengen en hebben. En dan praten we over eenheid. Die eenheid is ontzettend belangrijk. Oké. Je merkt heel vaak dat mensen, je weet, je bent met je broertje enzovoort en een vriendje zegt iets van je broertje en zo, dan heb je al houding is van, hey, zo praat je niet over mijn broer, kan me niet schelen. Ik moet zeggen, dat is eigenlijk ook een houding die heel erg belangrijk voor ons. Niet dat we iemand gaan aftakelen uiteraard, maar dat niemand iets verkeerds mag zeggen van mijn broer. Begrijp ik bedoel? Okay. Niemand kan naar mij toe komen en iets slechts over jullie zeggen, want ik aanvaard dat niet. Toch? Dat is die eenheid. Hij zegt in Efeziërs 4 vers 1 tot en met, zegt hij, als gevangene heren verman ik u te wandelen waardig der roeping
waarmee u geroepen zijt. Ik weet dat verschillen van u zeggen van, ja, maar wat is mijn talent? Ik heb geen talent. Iedereen van jullie heeft een talent. Ieder heeft een talent. En als je niet weet wat het is, vraag de Heer en zij het openbaren. Want het is bedoeld voor de gemeente. We gaan daar ook meer over zeggen. Hij zegt maar, met de roepen waarbij je geroepen bent, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, elkaar in de liefde verdragen. En u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. Zie je, de beijveren, we moeten aan het best doen, de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. Er moet vrede onder ons zijn, elkaar aanvaarden voor wat we zijn. Moet je iemand terechtwijzen? Zie je, absoluut. Oké. Maar voordat je dat gaat doen, weet zeker dat die splinter in je oog geen balk is, of balken. Oké? Want iemand heeft gezegd, als ik één vinger naar jou wijs, wijs ik drie naar mezelf. Oké? Dat wil niet zeggen dat je iemand niet op een foto moet wijzen. En ik wil één ding hier even tussenin zetten, heel tussenin. Oké? Even tussenin. Weet je hoe vaak ik christenen hebben horen zeggen van, ja, maar ik mag niet oordelen. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Oké? Je weet dat Jezus met Satan aan het praten en zo, toen hij hem verzocht enzovoort. En Jezus haalde telkens weer het woord aan. En toen op zich Satan, kunnen we dat spelletje spelen. Dus hij haalde ook het woord aan. En toen heeft hij het woord aangehaald, maar hij heeft het aangepast op zichzelf. Op zijn manier, laten we zeggen. Ja, dus met andere woorden, op een gegeven moment zegt Jezus, dat is wel wat er staat, maar dat is niet wat het zegt. Je hebt het netjes aangepast. En dat doen mensen heel vaak. Okay. Mensen lezen gewoon over de Bijbel heen. Een keer kwam iemand naar de gemeente en zei, ik wil bij jullie komen en zo. Er staat in de Bijbel, gij mogen uw eigen dienst niet verzuimen. Dat is niet wat er staat. Hij zegt, verzuim de diensten niet, niet je eigen dienst. Mensen lezen de Bijbel niet. Ze horen iets en dan klik en dan wordt dat een doctrine. Okay. Dus hij zegt, je moet niet oordelen. Maar er staat letterlijk in de Bijbel, in Korintiërs staat er, gij zult de mensen binnen de gemeente oordelen, God zal de mensen buiten de gemeente oordelen. Hoe kan ik weten dat iemand iets niet goed doet als ik niet oordeel? Toch? Als iemand valse leer zit te dingen en zegt van, ik mag niet oordelen. Dan gaat de gemeente kapot. Ik heb gemeentes kapot zien gaan daardoor. Want het is de vonden van, dat mag niet oordelen. Dat is niet waar. Je moet de mensen binnen de gemeente moet je oordelen. Niet veroordelen. Oordelen. Is dit goed of is het slecht? Toch? De hele Bijbel staat er dat je dat moet doen. Maar ze houden ervan om de Bijbel aan te passen met de dingen die zij belangrijk vinden. En uit de context halen uiteraard. Want hij zegt hier, we moeten ons beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam, één geest, gelijk u geroepen bent, in die ene hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Oké? Zoals het staat in 1 Korintiërs 12, we zijn allemaal in één geest gedrenkt. Dus die geest die er moet zijn, mensen komen zeggen van, de Bijbel is, kan je op verschillende manieren interpreteren, is niet waar. Oké? De Bijbel heeft één interpretatie, vele toepassingen. Toch? Want je moet niet vergeten, als je twee of drie kinderen thuis hebt, die ene kan dit wel aan, maar die andere niet. Dan mag hij die ene het niet doen. Het is ter bescherming, begrijp ik wat ik bedoel? Maar waarom mag hij het wel? Want hij kan het, maar jij niet. Je mag dat doen en hij niet. Begrijp ik wat ik bedoel? Toch? Er zijn vele toepassingen, maar één interpretatie, absoluut. Buiten kijf. En dan zegt hij in 2 Filippenzen, je moet niet vergeten, de Heilige Geest heeft dit boek geschreven, gepend door verschillende mensen. En die u enige aanmoediging geeft van het een zijn met Christus, indien u enige bemoediging heeft in zijn liefde, indien u enige gemeenschap heeft met de geest, indien u enige tederheid en barmhartigheid heeft, maak dan mijn blijdschap volkomen door één van gedachten te zijn, dezelfde liefde hebbende, één zijn in geest en doel. Doe niets uit zelfzuchtige ambitie of ijdel eigen dunk. Ik ben beter hierin, dus ik moet het doen, niet jij. Maar in ontmoedigheid acht de ander uitnemender dan uzelf. En ieder lette niet op slechts zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Uw houding moet hetzelfde zijn als die van Jezus Christus. Dat was Jezus Christus' houding.
Ik zou je zeggen, we hebben mensen gehad in de gemeente in het verleden die geweldig waren met een bepaalde talent. Maar ze waren verschrikkelijk hoogmoedig erover. En vonden dat zij het alleen mochten doen en goed konden doen. Een keer hebben we mensen die er minder sterk in waren, maar hun hart was er vol van de geest. We hebben die mensen gezegd van, je moet stoppen. Je mag wel geweldig zijn in wat je doet. Je moet niet vergeten, de gemeente van Jezus Christus loopt op. En hoeveel keer heb ik nou niet al gezegd ootmoedigheid? Ootmoedigheid betekent nederigheid. Hoeveel keer heb je niet al gezegd in liefde en in de eenheid waar we over spraken praten? Het gaat dus weer over nederigheid. Je mag geweldig zijn, maar op een gegeven moment, het staat letterlijk hier, dat we niet verwaand mogen zijn. Doe niets uit zelfzuchtige ambitie of ijdelijk eigendunk. Letterlijk verwaandheid. Maar in ootmoedigheid. Okay? Dus je mag de geweldigste persoon zijn. Als je hoogmoedig bent, bereik je niets in het koninkrijk van God. En Hebreeën 10 zegt ook, vers 24, laten wij op elkander acht geven om elkander aan te vuren tot liefde en goede werken. Oké? 1 Petrus 1 zegt dat we elkander lief moeten hebben met een diepe liefde vanuit het hart. 1 Thessalonicenzen 5, vers 8 tot en met 11, staat er in vers 8, staat er, dat we het harnas van geloof en liefde, ik zal het even lezen, maar laten wij die de dag toe behoren, dus we zijn mensen van het licht, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde. Harnas van geloof en liefde. Een ander onderdeel van het lichaam van Christus is geloof. Deze zijn niet noodzakelijk in die volgorde. Dus niet 1 en 2, maar geloof, want er staat in Romeinen 10 vers 9 tot en met 10, heel belangrijke tekst. Indien u met uw mond beleidt, Jezus is Heer, en gelooft in uw hart dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zal u gered worden. Met het hart gelooft men en wordt men gerechtvaardigd, en met de mond beleidt men en wordt men gered. Dat is Romeinen 10 vers 9 tot en met 10. 9 en 10. Romeinen 1 vers 17 zegt, want de gerechtigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie. Een gerechtigheid uit geloof van de eerste tot de laatste. Net als er geschreven staat, de rechtvaardige zal leven uit geloof. Leef uit geloof. Weet je wat ik gedaan heb deze week? Heb ik heel alles zitten werken en zo, de hele week. En ik ben gewoon gegaan om het woord op te zoeken, geloof, faith. Niet waar? In het Oude Testament staat er in een paar boeken twee keer. Dan een ander boek twee keer, een ander boek twee keer. Een heleboel boeken staat er helemaal niet, komt niet voor. Ik heb het over het Oude Testament, komt het heel weinig voor. In het Nieuwe Testament, ja, dan blijf je maar bezig. Het staat allemaal over geloof. Want je moet niet vergeten, de Israëlieten, God verscheen aan hen. Toch? Hij sprak door de mensen, zo voort. Toch? Het was één op één. Hij wil dat ook weer met ons hebben. Ja? En dan zegt hij hier, en dit is een belangrijke tekst, want ik wil hierop dadelijk ook ingaan. In 1 Korintiërs 2 vers 4 tot en met 5 staat, en mijn boodschap en mijn predikingen, zegt Paulus, waren niet met wijze en overredende woorden. Ik ben niet gekomen om jullie te wauw. Okay? Maar met een demonstratie van kracht van de geest. Zie je, de Heilige Geest moet het doen, zegt hij. Zodat uw geloof niet zal rusten op de wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. Er is een heleboel bijbelleraars, een heleboel evangelisten die je willen laten denken van, hé, kijk hoe geweldig ik ben. Zoals ik vaker zeg, het interessante van nederigheid is, het moment dat je denkt dat je het hebt, is het weg. En daarom staat er in 1 Korintiërs 16 vers 13, wees op uw hoede, sta stevig in het geloof, wees moedige mannen en vrouwen, wees sterk. Sta stevig in je geloof. Want ik ga jullie zeggen, er gaan dingen komen gebeuren in deze wereld, heel gauw, die jullie geloof gaat laten wankelen. Want de Steeds heeft zelf ook gezegd, indien mogelijk zelf de uitverkoren. Gaan dingen gebeuren, kijk er niet na. Want er gaan mensen komen en die gaan bijna dingen doen die op Jezus lijken. En je gaat zelf zeggen, oh my goodness, dat moet Jezus zijn. Maar je moet niet vergeten, wat hebben die engelen gezegd toen Jezus ging? Hij zei, Jezus zelf zegt, kijk niet om je heen. Hij zegt, kijk omhoog. Hij zegt, die Christus die nou is opgevaren, komt op dezelfde manier terug. Hij komt van boven. Dus als je iemand hier zo ziet die geweldige dingen doen, dan weet je, kan niet. Je gaat hem zien komen van boven. Hij is omhoog gegaan, ze hebben hem omhoog zien gaan, we gaan hem omlaag zien komen. Begrijp ik bedoel? En ook geven, een van de belangrijkste dingen.
van het lichaam van Christus is geven. Okay? Het staat in Marcus 10 vers 8, zegt hij, om niet heeft u ontvangen, geef om niet. Je hebt het om niets ontvangen, geef het om niet. Ja? En hij zegt in 2 Korintiërs, maar gelijk u in alles overtreft, in geloof en in kennis, in complete ernst en liefde voor ons, zie ook toe dat u overtreft in deze genade van geven. Okay? Als je de hele Bijbel en Jezus zijn bediening in één woord moet zetten, is het geven. Ik kan het bewijzen. Want al zo lief gaat God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat ieder die hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. God heeft het aan het beste van de hemel gegeven. Hij heeft niet zomaar iets van, hij heeft niet een geweldige sterke engel gestuurd. Hij is zelf gekomen. Weet je waarom? Want wij zijn het waard. We zijn onwaardig, maar niet waardeloos. Nou, in de gemeente, ik wil nog even gaan praten over de gemeente. In de gemeente moet er goede leiderschap zijn. Dat is ontzettend belangrijk. En dat is niet makkelijk. Okay? Want leiders moeten één ding hebben. Leiders moeten... Kijk, het probleem wat ik vaak heb gezien in al die jaren, want ik loop al een hele tijd mee. En ik ben in heel veel gemeentes geweest in landen waar ik ging. En heel veel gemeentes heb ik gezien. En ik praat nu vanaf 1963 praat ik over alle soort gemeentes die ik heb gezien en mee heb gemaakt. In Nederland, in Amerika, in Suriname. En ik heb vaak gezien dat, niet vaak gezien, ik heb telkens weer gezien wanneer een gemeente niet goed functioneerde, ging het puur en simpel over slechte leiderschap. En dit is het probleem, okay? Het probleem is dat je moet een pastor hebben, een voorganger hebben, die maar één ding doet, en dat is omhoog kijken. Begrijp ik bedoel? Hij moet telkens weer de opdrachten krijgen. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Enzovoort. Waarom? Want hij is niet het hoofd van de gemeente. Zie, dat is het probleem. Een heleboel voorgangers denken dat ze het hoofd van de gemeente zijn. Dat is waar je fout in gaat, want de Bijbel leert mij dat Jezus het is. En waar zij in gevaarlijk gebied terechtkomen, is dat de Bijbel zegt dat zij verantwoordelijk zou moeten afleggen. Ik zeg jullie eigenlijk, de gevaarlijkste taak in verantwoordelijkheid afleggen, zijn er twee. Zijn voorganger en Bijbelleraar. Het staat letterlijk in Jacobus 3 vers 1. Vele uren moeten niet veronderstellen Bijbelleraars te zijn, dat gij weet dat hij des te strenger geoordeeld is. Des te strenger. Voorgangers ook. Staat er trouwens in principe, die strengheid staat er maar over twee voorgangers, in het Oude Testament vooral, maar in het Nieuwe Testament praten we over Bijbelleraars, want die invloed die ze hebben. Ja? Dus het is belangrijk. Maar het staat ook in Hebreeën 13, staat er vers 17 tot en met 21. Gehoorzaamt uw voorgangers, onderwerpt u aan hen. Okay? Want zij zijn het die waken over uw zielen. Kijk wat er staat. Daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Ik wist dit. Toen mij gevraagd werd om voorganger te worden. Die heeft mij 3 maanden geduurd om te antwoorden. Want ik wil deze taak niet. Ik zal je vertellen, jaren geleden hadden we een vergadering, en misschien heb ik je dit eerder verteld. En een van die, het waren allemaal leiders van een bepaalde regio hier, zo, in het zuidelijke regio. En een van ze stond op het podium en hij zegt, weet je wat, ik zal je vertellen, dit is jaren geleden hoor. Hij zegt, ik ben nu al 10 jaar voorganger. En hij zegt, wanneer alles slecht gaat, wanneer dingen slecht gaan, denk ik elke dag aan te stoppen. Hij zegt, wanneer alles goed gaat, denk ik er 4 keer per week aan. Ik heb geen flauw idee van hoe moeilijk deze taak is. Niet naar jullie toe per se, maar naar hem toe. Niet dat hij is een liefdevolle, herder, opperherder, maar zijn houding eigenlijk is, in het Engels komt het heel mooi over, hebben jullie vaker van mij gehoord, don't mess with the sheep. Ja? En dan zegt hij, hij zegt, daar zij rekenschap moeten zullen afleggen, laten zij het met vreugde kunnen doen en niet als zuchtende, want het zou u geen nut doen. Want vaak heb je mensen in de gemeente die elke keer weer, wat is challenge, de voorganger, wat zeg je? Ja, elke keer uitdagen of elke keer weer zo voor. Het gebeurt hier niet hoor, maar ik heb het in gemeentes gezien waar de mensen elke keer weer op willen wijzen. Hè. En dat is wat hij zegt. Hè. Hij zegt, je hebt geen nut, want
Het gaat tegen jou werken. Hij zegt, bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, daar wij alle opzichten het rechte weg zullen willen gaan. Hij zegt, en met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen, opdat u te eerder teruggegeven mogen worden. Dus hij zegt, als je dat goed doet, krijg je dat ook van de Heer terug. En dan staat hij zegt, de God nu des vredes, die onze Heer Jezus Christus, de herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed om zijn wil te doen, terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen wel behagelijk is door Christus Jezus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Hij zegt dus zie je, het is de God van vrede. We zien wat wij vrede moeten hebben. Door het bloed van Jezus. Ja? Want Paulus waarschuwt. En ik ga jullie zeggen, vaak zitten we hier en vaak weten we een heleboel dingen niet. Maar je moet niet vergeten, een heleboel dingen worden in deze gemeente ook op de achtergrond gedaan. Want er komen heel vaak mensen binnen die de hele boel op stelte willen zetten. Echt waar. De laatste keer dat dit gebeurd is 3 weken geleden. En jullie kijken op. Want jullie weten het niet. We hebben ze tegengehouden. Oké? Want er staat in Handelingen 20 vers 28 en 31 staat. U zegt Paulus hier tegen de gemeente die hij heeft gestuurd. Zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde. Hij sprak tot de voorgangers en zo van de gemeente. Waarover de Heilige Geest u al tot opzieders gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door zijn bloed in zijn eigen geworven heeft. Hij zegt, dus met andere woorden, hij zegt, let goed op de kudde, let goed op het volk, op het lichaam van Christus, waarover de Heilige Geest jullie heeft opzieners heeft gemaakt. Dus om te overzien, om de gemeente van God, zie je dat is het punt, is dat vele voorgangers denken dat zij het hun gemeente is. Het is niet hun gemeente, het is de gemeente van de Heer Jezus. En zegt de gemeente Gods te wijden. En waarom is hij zo streng erover? Want hij heeft die gemeente vrijgekocht met zijn eigen leven en zijn bloed. Het is verschrikkelijk belangrijk voor hem. Maar hij zet jullie als overste erover om voor hen te zorgen. En dan zegt hij hier, en zegt zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, vrouwen, die verkeerde dingen spreken om zich discipelen achter zich aan te trekken. Waak dan en herinnert u dat ik 3 jaren lang, nacht en dag niet heb opgehouden, ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. Zie je, deze dingen gebeuren heel vaak. Okay? Er zijn mensen ongeveer 3-4 weken geleden gekomen die de hele boel worden opstellen en zo. En ze zijn verleden week teruggekomen. Ik heb ze bij de deur gestopt. Want die leer die zij hebben is een ontzettend foute leer. En ze hebben verschillende mensen in de gemeente aangesproken. En die hebben verwarring gesticht. Ik heb ze tegengehouden. Ze komen er niet in. Ik heb liefde. Kijk alleen naar Gods woord. Maakt niet uit wat ik je vertel. Ik geef je teksten. Ga het zelf opzoeken. Je bent zelf verantwoordelijk daarvoor. Hè? Dat weten jullie ook, hè. 1 Petrus 5 zegt, goed de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, dat is natuurlijk aan de leiders, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerende over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeeld der kudde. En wanneer de opperherde verschijnt, zult u de onverwelkelijke krans der heerlijkheid werven. Dus hij zegt, doe het met liefde tegen de leiders, zegt hij. Niet dat je uit schandelijke winzucht, want ik weet niet of je dit weet, maar het gros van de gemeenten die uit elkaar vallen, is of door seksuele zonde, en grotendeels door financiële problemen. Ze willen meer geld hebben. Oké? Dat is wat die tekst ook zegt. Je moet het doen uit bereidwilligheid om de Heer Jezus te dienen. Dan hebben we het volgende punt, is gaven. En de Bijbel leert ons, ik weet dat er een heleboel mensen zeggen, ja, maar welke gaven heb ik? Er zijn een heleboel mensen die komen in de kerk, ze zitten en zo voort. Maar je hebt een gave, je hebt een gave. We hebben allemaal een gave van de Heilige Geest gekregen. Maar soms moet je me niet vergeten, je hebt een kind bijvoorbeeld en je stuurt hem naar school en zo voort. En je weet niet wat dat kind heeft, toch? Het duurt soms een tijdje bij bepaalde kinderen als het naar voren komt. Sommige kinderen hebben een boom direct praktisch van hun geboorte. Toch? En de andere duurt het misschien wanneer ze 10 zijn, 15, of sommige zelfs wanneer ze 30 zijn, komt het naar voren.
als je je vraagt aan de Heilige Geest, welke gaven? Want er staat in 1 Korintiërs 12, vers 4 tot en met 11, er is verscheidenheid in genadegaven. Er zijn verschillende gaven, maar het is dezelfde geest. Het is allemaal van dezelfde geest die die gaven geeft. Hij zegt, er zijn verscheidenheid in bedieningen, dus in de kerk dienen, maar het is dezelfde Heer. Dus het komt ook van de Heilige Geest. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is van dezelfde God, die alles in allen werkt. Dus wat je ook niet doet of kan doen, daarom vind ik het geweldig, vind ik het interessant dat iemand geweldig gitaar kan spelen, geweldig kan zingen en zo, en dan denken ze van, oh kijk hoe geweldig ik ben. De Bijbel leert me heel duidelijk dat je het hebt gehad. Geloof mij, ik kan het ook wegnemen. Heb ik ook zien gebeuren trouwens. Oké? Hij zegt, maar ieder, kijk wat er staat, vers 7, maar ieder wordt de openbaring van de geest gegeven, waar? Tot welzijn van allen. Die gaven die je hebt om geweldig gitaar te kunnen spelen, geweldig te kunnen preken, geweldig te kunnen bouwen of dingen zo, heb je gehad van de Heilige Geest. Ja? Want aan de een wordt de geest gegeven met wijsheid te spreken, met de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest, door de Heilige Geest krijgen we dat weer. En aan de een geloof door dezelfde geest, aan de ander van genezing door die ene geest. En aan de een de werking van krachten, aan de ander profetie, en aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en weer aan de ander vertolking van tongen. En dan die belangrijke tekst hier ook aan verbonden. Doch in dit alles werkt één en dezelfde geest, kijk wat er staat, die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. En dan staat er ook verder, tot opbouw van de gemeente. Dat hebben we al gelezen, hè? Hij geeft die gave tot opbouw van de gemeente. Dus als je niet weet wat je gave is, bid erom. Oké? En lees ook Romeinen 12, die ook daar praat over dat we hebben nu gaven onderscheid van genade die ons gegeven is, profetie, naar gelang ons geloof, wie dient om te dienen, wie onderwijst om te onderwijzen, wie vermaant in het vermanen. Het vermanen betekent niet hoofdzakelijk, vermanen betekent ook aanmoedigen. Hè? Wie mededeelt in eenvoud, wie leiding geeft in ijver, wie barmhartig bewijst in blijmoedigheid. Oké. Dan hebben we zending. Het zending. Hij zegt ook zelf in Matthäus, zei Jezus, ik zend u als schapen onder wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Dus je moet weten wanneer je staat, je moet weten wanneer je weggaat. Oké? En Jezus zelf ook, hij begon zijn zending door in Matthäus 28, vers 18 tot minder. Hij zegt, mensen geven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Doont het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Zie je? En dan Johannes 20 zegt hij, vers 1, 21, vrede zij u, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dus dat is, worden gezonden. En als onderwijs is ontzettend belangrijk. Onderwijs is ontzettend belangrijk. Matthäus 28 zegt Jezus, op een gegeven moment zegt hij, ik zend u, hij zegt, leer hen onderhouden, vers 19, leer hen onderhouden wat ik u bevolen heb. Dus we moeten gaan leren. Alles wat zij had gezien bij de Heer Jezus, moesten deze discipelen overdragen weer aan ons. Oké? En dan staat er, maar dan ga ik jullie een paar dingen vertellen. Ik wil graag dat je hier goed naar dit luistert. Oké? Er is een verschrikkelijke dwaalleren, er zijn verschrikkelijke dwaalleren die door de christelijke gemeentes gaan. Oké? Heel wat dwaalleren. Weet je wat het punt is? Dat je moet niet vergeten, Satan vertelt je altijd een halve leugen en dan de verkeerde waarheid. En de verkeerde helft daarvan. Oké? Het lijkt er heel veel op. Dus het lijkt er heel veel op. Wat het probleem is bij vele gemeentes, dat ze kijken naar die persoon en zeggen, als hij het zegt, moet het waar zijn. Terwijl het fout is. Ik ken heel wat bijbelleraren die dat hebben gedaan. Heel wat. Die jullie ook kennen. Maar hij zegt hier, in Romeinen 16, vers 17 en 18 zegt hij, maar ik dring erop aan, broeders, dat u oppast voor hen die verdeling brengen en obstakels op uw weg zetten die tegenstrijdig zijn tegen de leer die u geleerd heeft. Mijd hen. Want zulke lieden dienen onze Heer Jezus niet, maar hun eigen buik. Door hun schoonklinkende en vrome taal misleiden zij de harten van hen die naïef zijn. Oké? We willen niet naïef zijn. Hoe ben je niet naïef? Je leest Gods woord. Je studeert het. Hij zegt, pas op.
Ze brengen verdeling. Die mensen die hier kwamen zijn begonnen aan het praten, waren echt verdeling aan het brengen. Dus weet je wat ze hebben gezegd? Ze kwamen binnen. Weet je die ene preek die ik had gegeven over wat Jezus zei over vele zijn geroepen en zijn uitvoer, heb ik achtergrond gegeven. Ze zijn dan naar verschillende mensen gegaan na de dienst. Ze hebben gezegd, dat is melkvoeding die jullie hier in deze gemeente krijgen. Zie je, wat ze doen is ze veroorzaken twijfel en die soort dingen. Hè? En begonnen ook andere dingen zeggen, ja, jullie moeten geen kerst vieren, want het staat nergens in de Bijbel. Dus klopt, het staat nergens in de Bijbel. Maar het staat niet in de Bijbel dat je niet mag vieren. Okay? Dus ze begonnen een heleboel die kleine dingen te zeggen. Maar je moet niet vergeten, iemand heeft eens gezegd, om de spijker is de hoef verloren. Om de hoef is het paard verloren. Om het paard is de slag verloren. Om de slag is de oorlog verloren. Allemaal om een spijker. Toch? Als jullie lopen op het strand enzovoort, en je hebt zo, weet je, hebt zo'n korreltje zand erin, je kan het niet zien praktisch, toch? Maar het is in je schoen. Toch? En na een tijdje wrijft het, wat gebeurt er? Je hebt een wond. Je doet niets met die wond, wat gebeurt er met die wond? Voordat je weet, heb je gangrene. Ja? Weet je dat, gangrene? Wat zei? Nee. Ja, we vergeten hoe het heet in Nederland. Maar je hebt een ziekte, want als je niet zo, die infectie loopt eigenlijk door en zo. En trouwens, het staat in de Bijbel dat bepaalde leer als gangrene, dus een verettering van je lichaam en helemaal door het lichaam van Christus gaat. Het staat letterlijk in de Bijbel. Dezelfde, niet waar? En dat is wat ze doen. En hij zegt hier, dus hij mijt hen, blijf hen uit weg. 1 Timotheus 6 vers 3 tot en met 7 zegt, indien iemand valse doctrines leert en zich niet eens met de gezonde obstructies van onze Heere Jezus Christus en het goddelijke leert, dan is hij opgeblazen en begrijpt hij niets. Hij heeft een ongezonde interesse in geschillen en haakloverijen over woorden die resulteren in afgunst, twist, lasteringen, kwaadaardige vermoedens en geharrewar bij mensen die niet meer helder zijn van denken en bij wie de waarheid ontstolen is en die de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst indien hij gepaard gaat met tevredenheid. Want wij hebben niets op deze wereld meegebracht, we kunnen ook niets meenemen. Oké? Okay? En hij zegt dan in Colossense dat hij zegt, hem verkondig ik, dus Jezus verkondig ik, ieder mens terechtwijzend en ieder onderricht in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te mogen presenteren. Hiervoor span ik mij in onder zware strijd met al zijn energie van de Heere, zegt de Heer, met al zijn energie die met zoveel kracht in mijn werk. Dus met andere woorden, hij zegt, we moeten de mensen daarop wijzen. We moeten hen onderrichten in alle wijsheid, zodat wij hen volmaakt kunnen presenteren aan de Heere door wat wij hen geleerd hebben. En dat geldt niet voor mij alleen, het geldt ook voor jullie, want jullie praten ook met andere mensen en leren hen ook over de Heer, toch? Dus het geldt voor iedereen die in Christus is. En er staat oudsten, in Timotheus 5 vers 17, die goede leiding geven, komt dubbele eerbewijs toe, vooral hen die wiens taak het is om te prediken en les te geven. En dan staat hier in 2 Timotheus 1 vers 13 tot en met 14 staat er, neem tot voorbeeld de gezonde woorden die u van mij heeft gehoord in geloof en in liefde, die in Christus Jezus is, bewaard door de Heilige Geest die ons, in ons woont, het goede dat u toevertrouwd is. Dus hij zegt van, het is een gevaarlijke tijd, het is echt een gevaarlijke tijd. Ik wil nog een tekst hier lezen, 2 Timotheus 3 vers 16 tot en met hoofdstuk 4 vers 8. Dat is maar een klein stukje, maar het is een heel belangrijk stuk. Het gehele schriftwoord is door God ingeblazen en is nuttig om te onderrichten, om dus les te geven, om te vermanen, te verbeteren en om te trainen in de gerechtigheid, zodat de mens Gods volkomen zijn in alle goede werk in toegerust. Oké? Dat is wat hij doet, staat duidelijk. Ik betuig u nadrukkelijk door God en Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderricht. Nou komt mijn tekst. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen tolereren, maar om het naar hun eigen verlangens te schikken, zullen zij zich tal van leraars om zich vergaren, om hen te vertellen wat hun jeukende oren willen horen. Zij zullen hun oren naar de waarheid afkeren en zich naar de mythes keren.
Maar houd uw hoofd onder alles, aanvaard het lijden, doet het werk van evangelist, verricht de taken van uw bediening, enzovoort. Dus hij zegt, zie je, en hij waarschuwt daarvoor. Nou zegt hij op een gegeven moment, zegt hij, vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop van mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voors ligt van mij een krans, welke, of de rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geld geven, doch niet mij alleen, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Geloof me, het speelt heel veel. Je ziet kleine dingen niet. Maar het zijn mensen die, ze kunnen goed praten, begrijp je wat ik bedoel? Ze kunnen heel erg goed praten. Oké? Okay? Ik zal je wat vertellen. Ze kwamen naar mij toe en ze wouden niet met me praten. Die twee mensen. Toen ik begon hen te praten, gewoon op te gaan en zo voor, midden in een zin kapten ze me af en zei van, ik ga koffie drinken. Want ze wouden niet met me praten. Weet je wat ze doen? Ze gaan mensen zoeken. Die ze kunnen van onder, weet je wat ik bedoel? Titus zegt in 2 Titus 7 vers 8, wees in alles een voorbeeld door te doen wat goed is. Toon in het geven van les, integriteit, serieusheid en zuiverheid van spreken die niet veroordeeld kan worden, zodat hen die u tegenwerken beschaamd mogen worden, opdat zij niets ongunstig van ons te zeggen hebben. Hij zegt dus, we moeten vanuit, als je altijd vanuit Gods woord spraakt, kunnen ze daar niet tegen ingaan. Ze gaan het proberen. Oké? Okay? 2 Johannes zegt, nee, 1 vers 9 zegt, en ieder die vooruit rent en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet, heet hem niet welkom, want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. 2 Johannes, ik hoef het niet zeggen, ik heb het precies gedaan wat in de Bijbel staat. Ik zal het nog een keer lezen. En ieder die vooruit rent en niet blijft in de leer van Christus, wat ze vooruit rent betekent, is dat ze zeggen van, we gaan dat invullen, wat Gods woord zegt, zodat het past in wat wij dat willen doorgeven aan jullie, wat wij denken wat het moet zijn. Dat is wat het betekent. Ja? Hij zegt, als je vooruit rent, heb je de leer van God niet. De leer van Christus, dus die niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet, je hebt God niet, en wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Dus als je in de leer blijft, heb je niet alleen Jezus, maar ook God de Vader, heb je de drie enige God. Indien iemand tot u komt en deze leer niet heeft, ontvang hem niet in uw huis. En heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Ik heb het gezien, verschillende keren, van voorgangers, die waar mensen waren, die bepaalde dingen deden, en de voorgangers hielden ze niet tegen die gemeente uit elkaar gevallen. En als een andere gemeente in een andere plek in Bergen, wat ik zeg, je kan je niet toestaan, als je niet stopt, is over een jaar, bestaat deze gemeente niet meer. Precies een jaar later was die gemeente opgehouden. Ja? Het moet bijbelgericht zijn op Gods woord. Maar zie je dat wat die twee mensen kwamen? Ze wilden ons erop wijzen dat het woord hier niet zuiver is. Want ze willen hun eigen dingen invullen. Zie je wat ik bedoel? Dus je moet niet vergeten, als je een gebouw uit elkaar wil halen, ga je beginnen met kleine steentjes van onder. Niet van boven, want dan gaat alleen die boven, niet van onder. Het gaat niet over minder mensen aanspreken, daar gaat het niet om. Oké? Okay? Doe uw best om uzelf aan God te kunnen presenteren als één die goedgekeurd is, een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch die correct met het woord der waarheid omgaat. 2 Timotheus 2 vers 15. En dan hebben we evangelisatie, ik hoop dat jullie die teksten zullen lezen. De Bijbel, hoef ik hier niet verder op in te gaan, maar zijn allemaal teksten daarvan, evangelisatie. Waar Jezus zegt, hij begon te prediken, maar hij heeft gezegd, dit evangelie zal over de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen, Matthäus 24 vers 14 en 2 Korintiërs 4 praat daar ook over, Romeinen praat er ook over, want hij zegt in Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want de gerechtigheidsgods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal leven uit geloof. En in Efeziërs ken je allemaal die tekst ook, hè? Sta dan stevig met de riem van de waarheid vastgegespt om uw middel met de borstplaat van gerechtigheid op zijn plek. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid die komt van het evangelie des vredes.
moeten klaar zijn om het evangelie te brengen. En dan staat in 1 Petrus 4, vers 17, want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis God. Als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God? En in 1 Thessalonicenzen 2, vers 4 zegt, integendeel, wij spreken als mensen door God goedgekeurd om met het evangelie toevertrouwd te kunnen worden. Wij proberen niet mensen te behagen, maar God, die onze harten toetst. Hij kijkt naar je hart. Wat zegt Paulus hier? In 2 Timotheus 2, vers 8 schrijft hij naar Timotheus, gedenk dit. Christus Jezus uit de doden opgewekt, uit het geslacht van David. Dat is mijn evangelie. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor mijn broeders en zusters. Wij mogen klein zijn, maar één ding hebben we geleerd. Dat één man met God is een meerderheid. Eén vrouw met God is een meerderheid. Wij willen in uw woord blijven staan. Wij willen op uw woord blijven staan. Wij willen geworteld en gegrond zijn in het woord der waarheid. Wij willen u volgen. U bent ons hoofd. U bent onze opperherde. U bent onze voorganger. U bent onze leider. Zonder u kunnen wij niets doen. Ik wil speciaal vanmorgen ook vragen dat de genezing mag gaan door uw lichaam, Heer Jezus. Ieder die ziek is van onze gemeente, die niet kon komen, zet. Asselie, alle anderen, Maureen, Vader God, die wel geholpen moet worden, dat u de handen van de chirurg leidt. En ieder Vader God die ook ziek is, dat u hen aanraakt. Dat uw genezende kracht door hen mag vloeien. In de naam van Jezus vragen wij dit. Dat u hun lichaam herstelt tot de orde van uw schepping. En zij, hen die misschien depressief zijn of neerslachtig of wat ook, dat ook de genezende kracht door hun gedachten mag gaan. En dat u die heelt. Wij vragen dat, Vader God. Ook hen die zich ook ontmoedigd voelen op geestelijk gebied, Vader God. Dat zij gesterkt mogen worden door de kracht van de Heilige Geest en door het woord van waarheid. Graag in Jezus' naam. Amen. Wilt u gaan staan voor de zegening? Het volk van God, de Heere, zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Amen.